kat een liter maken. Ja, zo staat het geloofde bijna, hè? Ach, het is moeilijk. Ja. Na de Franse revolutie waren er praterwezen een kat een liter maken. Ligas, Lodewijk de 16e, Marie Antoinette. Ja, nou is het genoeg. Robespierre. Als Françoise dat nou niet leuk vindt. Nou, waarom niet? Dan had het toch zelf niet verhaald, hè? Ja, dat is zo. Het is eigenlijk allemaal gekomen na de bestorming van de Bastille. Dat was een gevangenis. Daar werd iedereen opgesloten die het met de regering niet eens was. Want die Rodenrijken, dat waren absolute heersers hoor. Die hadden het alleen voor het zeggen. En als je het niet met ze eens was, hup, de gevangenis in. En toen werd het volk op het laatst zo kwaad, dat zo'n 14 juli 1789 die Bastille hebben bestormd. En iedereen hebben bevrijd. En dat weer het begin van de Franse revolutie. Er was een heerser en beslist geen pacifist. De Franse legers had gewend door heel Europa. In Noord-Europa naar Parijs maar als toerist. Joop is mooi vooruit. Ja, Pieter ook wel. Ja. Maar Sjerre zijn, daar hebben die vlag. Dus Sjerre, komen ze mooi in de knippen. Ja, 41 niet onder. 41 niet onder. Je rent mooi. Hé? Ja. Nog een flits, maar draai. De flitsen nemen nu de start. Wat er tegen bij me kwam, jongen. Oh,
Ja, mooi. Ja, die is fout. Die is fout. Hij laat ook maar. Die is fout. Die laat weer worden.
Goed zo! Goed zo! Alsjeblieft. Tour. We hebben hier nog een tuinfakkel en een
handdoek maar in was. Goed, alsjeblieft. Leed. En de creditprijs voor bij de barbecue en deurfakkel. Thomas Bilton. Thomas, ben verder gefeliciteerd. Al die tijd weer in de prijs. Probeer naar je spreeën wat. Jekos, we willen prijs. Alsjeblieft. En dan maar tot mijn weekend, dan gaan we je merken. Vrije dagen, op tongetje, vreed en steun. En dan hoop ik dat je in Braille even binnen.
Ik zei trouwens, ik ben weer in mijn oorlog te weer dingen. Dat ik ga naar ja. De eerste jongens. Ja. Nee, we vliegen weer naar het weer. Ja. Ja, ik weet dat het vries was al net. Ja, jongen, maar. Oh, is het de val? De start parkeert blijft bij de gereformeerde kerk, dus dat er maar neerzetten. Ja. Want dat weten ze beter als bij ja. Ja, bij de telefoon stelde dat is het. Niks zo vreemd. Oh ja, dit maar een ijsje. Ik heb nog nagekeken naar de boosteren. Wie is het allerhuiselijkste man? Is er net een mogelijkheid